Goedemorgen deze morgen. Morgen. Vanuit het frisse Girona. Yeah. Het was vanmorgen 2 graden, nu is het 5. En we staan op een camperplek, gratis, van de gemeente. En hoeveel heb je er gisteren geteld? 74 maar liefst. 74 campers gisteravond. Ja, nou zijn er wel een paar weg, maar nog steeds heel veel. Ja. En we lazen dat het hier niet zo heel veilig was om de camper achter te laten. Maar ik heb een beetje rondgevraagd en nou, volgens mij gaan ze wel even een beetje oppassen. Want we waren gisteren op een andere camperplek betaald. Ja. Met het vol, terwijl er gewoon plekken waren. Ja, en gereserveerd. Was maar ja. We gokken erop. We nemen de laptop wel mee, zoals gewoonlijk. Niks van waardevols is er dus. Nee. Zullen we lopen? We gaan lopen? Op pad. Ja, yep. We gaan lopen de stad in. Daar zijn we dan, bij de Action in Spanje. Jorn is overal bij de Action geweest. In Nederland om iets te vinden, konden niet vinden. In Frankrijk, waar de Action vandaan komt, zijn we niet geweest. En nu gaan we hier eens kijken. Ben Vamos! Heb je nou toch gekocht? Niet wat jij wilde hebben, maar ik wil dit al heel lang. En nergens kan je hier een afwasborstel vinden. En nu wel. Bij de Action. 50 centjes. Zo, 41 zo. 41? Ja. Oh, we zijn bijna bij de stad, bij de kathedraal van Girona. Dacht ik bij de kathedraal te zijn, is het de basiliek van Saint-Philou-Fileu. Zoek je de zon op, schat, bij de ruïne van de torens van Girona. Koekoek! Ik heb mooi uitzicht op het binnentuintje van de oude muurtoren van Girona. Maar zitten we nu in Spanje of in Griekenland? Blauwe bankjes dit keer. Ja, niet rood of geel. Kijk, je kan ook over die muur lopen. Ja. Dat wil je zeker ook. Ja, is toch leuk? Over de muur loop ik. Ontbijt om 12:30. Net mooi uitzicht. Het is alleen een beetje druk nu. Oh, wat een leuk straatje. Ik vind het hier leuk. Weet je wat ik nou altijd zou willen doen? Belletje trekken. Van de kathedraal. Net hadden we de achterkant of de zijkant. Het is die groot, hè? Nou hè, pas er niet eens op. Nee. Zie je die mooie blauwe lucht? Ja. Worden jullie al jaloers? Wat een gezelligheid hier. Het is bijna kerst, dus overal is er kerstmarkt. Jorne vroeg weer nog honing kopen, maar ja, ik heb een beetje te veel honing nu gekocht.
Wat heb je daar, schat? Lekkere nootjes. Lekkere nootjes. Oh, lekker hoor. Lekkere Spaanse kaasjes. Heb je al wat gevonden om te eten? Ja. Daar. Gevonden. Tapas. Is het lekker? Zeker. Patatas bravas y queso. Tetos de jamón. Brrr, koud joh. Tering. Wat een leuk uitzicht zo over de rivier. Met zijn gekleurde huisjes. Ik heb leuke huisjes gevonden. Roze, dat de hoek, maar deze is ook leuk. Ik denk alleen niet dat we de campers bij kunnen zetten. De tuin is wat te klein. Oh. Zou dit naar de Jongenswijk zijn, Elke? Ik ben op zoek met mijn telefoon, maar ja. Ik vind het wel leuk. Oh, wat een leuke gebouwtjes. Dat roep ik altijd, want het is hier weer leuk. Het is leuk. We hebben weer een Spaanse wifi. Leuk. Zo. Ik dacht, we gaan vroeg naar de stad. En dan kunnen we bij tijds ook weer naar huis. Nou, mooi niet. We gingen denk ik om 10 uur de deur uit, 10:15. En nu is het... Bijna donker. Bijna donker, ja. Dus hoe laat is het nu? 5:30. 5:30. Ja, het wordt al frisjes. Maar ik vond het een leuke stad. Leuk, kleurrijk. Zonnetje, blauwe lucht. Ah, daar hoef je niet voor per se in de stad te zijn natuurlijk. Maar dat maakt de stad wel leuker. Wat jij? Ja. Kleurt mooi met de gekleurde huisjes. Ja, we hebben een Vodafone-kaartje weer. Dus en ik heb een afwasborstel. Ja. Nou, en jij hebt eindelijk je kroketjes op. Ja. Croquetas de jamón. Nu lekker naar huis. Theetje drinken. Ja. Met kruidnoten. En ik voor de pepernoten ga ik. En marsepein. En marsepein. Wordt dat ons avondeten? Ja. Ja, we zijn natuurlijk in Spanje, dus dan moeten we wel de Spaanse hapjes gaan gebruiken. Hè? Marsepein en strooigoed uit Spanje. Al is Sinterklaas in Nederland geweest. Wij gaan er nu van smikkelen en smullen. Adios! Zo, we zijn weer bij Adriaantje. Het is al donker zoals jullie zien. En met Adriaantje gaat het goed. En heeft Adriaan visite gehad? Nee. Mooi zo. Nu lekker theetje drinken of eten, want ik heb honger. Zo, goedemorgen. Buen dia. We zijn de camperplek waar we 2 nachten hebben geslapen. En het is een prima plekje. Daar kom ik nu vanmorgen achter. Het is wel een stukje lopen van de stad af, maar het is heel groot hier. Ja. En heel gezellig. Het had vannacht wel geregend, dus wel een beetje zanderig. Ja. Maar op loopafstand van de stad, je hebt hiervoor ook een parkje. Als het mooi weer is, kan je daar lekker zitten, wel langs de weg. En als je kinderen hebt, heb je een speeltuintje. En het ook belangrijk, het grijze water en het normale water zijn van elkaar gescheiden. Yes.
Ik vond het hier leuk op dit plekje in Girona. En ik vond de stad ook erg leuk. Ik ook. Laten we nog maar even de camperplek zien. Het weer helpt ook wel een beetje mee natuurlijk, hè? Ja, inderdaad. Dan word je helemaal wakker met het zonnetje. Ja. Genieten. Genieten, inderdaad. Zo, we staan weer op een ander plekje. Even in de zon gezet. Voor het zonnepaneel. Heel gezellig. Net een dorp hier zo.